zijn net vertrokken samen met analisten en journalisten naar aanleiding van de publicatie van onze halfjaarresultaten om samen met hen Smart Industries vandaag te beleven. Dat betekent dat wij twee bedrijven gaan ontmoeten die leiders willen worden in hun sector. Het gaat enerzijds over CGK die al een zekere taille heeft en anderzijds gaan we bedrijfsbezoek doen bij One of a Kind met twee zeer ambitieuze mensen en dus het wordt zeker een boeiende dag. Goedemorgen iedereen, welkom hier in Eindhoven. We hebben veel internationale concurrenten, vaak grote Amerikaanse of Indische IT-services. Ons verschil is vooral dat we heel nabij zijn bij de klant. We noemen dat in-close cooperation. IT is complex, kunnen ook dingen misgaan, zo weinig mogelijk. Maar als het dan misgaat, dan spreken we dezelfde taal, cultuur en lossen we dat ook op. We staan vandaag van 9 man in 2012, de eerste acquisitie, zitten we nu met 125 mensen. Momenteel doen we projecten in Mexico, de US, India, Japan, China, Canada, Brazilië. We hebben met GIMF een partner gevonden die echt met ons proactief investeert in sales, services en R&D. Een aantal duurzame groeidrijvers achter onze keuzes zijn bijvoorbeeld dat we groeien naar 10 miljard mensen. Die hebben allemaal voedsel nodig, die hebben allemaal medicijnen nodig. En middels onze vision en robotica technologie kunnen wij die kwaliteit borgen, kunnen we de productiviteit opschalen en de traceerbaarheid van dat soort processen kunnen we borgen. De succesingrediënten van One of a Kind en CGK draaien op bedrijven die zitten in een sector waar echt goede dynamiek in zit. Die geleid worden door stevig matuur management en die openstaan voor thema's die Smart Industries en GIMF nauw aan het hart liggen, zoals groeiversnelling, go-to-market en uiteindelijk ook exit.